Hoi iedereen, ik ben Leni in deze video wil ik graag eens kijken naar de energie van november, de huidige energie. Ik ga eerst even kijken naar de algemene energie en uh, zo meteen ook uh, via de kaartjes. Nu, november 2023 heeft een 9 energie. We zagen dat al bij de vorige volle maan. We zitten in een voltooiing, een afronding, de laatste stapjes uh, in een bepaald proces. Dus dat zijn de allerlaatste stukjes die we doorlopen. Een soort van voorbereiding op het nieuwe. We maken ons klaar voor het nieuwe. We zorgen dat we uh, ja, een cyclus definitief hebben afgerond. Dat alle stukjes mooi op zijn plaats vallen. En dat we vanuit een heel nieuwe, fijne, evenwichtige, vooral evenwichtige energie verder kunnen. Dus dat is een beetje de algemene energie van november. Die laatste stap, die laatste stukjes die we nodig hebben om een mooie, fijne, frisse start te maken. Ja, uiteraard ook het stukje zelfzorg, zelfliefde en dan heel specifiek die hartsenergie. Uh, ik heb hier al de de, ja, taro, de versie van het hart klaar liggen voor zo meteen. Dus onze dromen, onze verlangens: dat wat we. Heel graag willen, al heel lang willen, iets wat diep binnen in onszelf zit, daar mogen we stilaan iets mee gaan doen. Op zijn minst gaan voelen van wat leeft er in ons, wat willen wij, wat zijn onze verlangens. Ook de reden waarom ik met die, uh, deze groene uh, smaragdbol heb gewerkt bij de volle maan in, in stier. Nu, wie graag een persoonlijke exemplaar heeft, ik zal de link onderaan de video plaatsen. Alles sinds het is, uh, die. Groene kleur, die groene hartsenergie die heel sterk naar voren komt op dit moment. Ook samen, en dan ga ik gelijk ook even naar de kristallen. Jullie hebben het misschien al gezien: een en al manganocalciet. Dat is een heel um, lichtroze um, calciet die ons ook ja, heel sterk doet voelen, ons helpt om heel zacht te zijn voor onszelf, heel liefdevol voor onszelf te zijn. Maar ook ons kan laten voelen op een of andere manier wat wij willen, wat er in ons zit waar we iets mee mogen gaan doen. Ik zal ook de link naar deze uh, handstenen, ik heb er nog twee in, uh, in voorraad, zal ik ook onderaan uh, de video plaatsen. Nu Binnenkort krijg ik nog, zoals deze grotere mangaan ook al ziet, vlam, en dit is een klein vlammetje. Krijg ik ook opnieuw in voorraad. Dus laat me zeker iets weten als je interesse hebt. De vlam, het staat er ook uiteindelijk voor. Wat? Het is toch een beetje onze passie, onze levensenergie, maar vooral vanuit het zachte. Wat kunnen wij nu gaan doen vanuit onze levensenergie? De energie waarmee we in dit leven zijn gekomen. Dus dat brengt ons toch altijd een stukje dichter bij ons levensdoel. Wat we in dit leven kunnen, mogen gaan doen, op welke manier we ook. Kunnen gaan verder groeien op zielsniveau op hartsniveau. Dus die hartsenergie is sowieso in november heel sterk aanwezig. Nu, november 9-energie staat ook um, in verbinding met de energie van Mars. Dus dan krijgen we heel sterk ook die ramenergie, trouwens, begonnen bij de volle maan eind uh, september. Die ramenergie die is nog altijd heel stevig aanwezig. Mars. Uh, Iets meer mannelijke energie, dus het ondernemen alweer. Die passie, die levensenergie. Dus dat zit heel, heel sterk in, in de energie, zowel numerologisch als astrologisch gezien. Dat is onze kracht, onze daadkracht. Die energie die we nodig hebben om te ondernemen, maar ook ja, de energie die we nodig hebben om op te komen. Ja, uiteraard, ten eerste voor onszelf, maar ook om onze plaats in te nemen om um, stevig te gaan staan, leiding te nemen of toch alleszins uh, te bepalen wat we willen gaan doen met ons leven, maar ook in de maatschappij, onze plek in onze maatschappij en dan ook vooral hoe we ons kunnen verbinden met anderen. Dus ja, op dit moment we blijven een beetje in die energie, de hartsverlangens, onze verlangens. Uh, vanuit onze ziel, vanuit ons hart, maar ook ja, uiteraard die ram onze ambitie. Uh, waar zijn we toe in staat? Hè? Wat kunnen we verwezenlijken voor onszelf? Maar ook een stukje ja, naar anderen toe of in het grotere geheel. Wat kunnen wij betekenen voor het grotere geheel? Uh, waar kunnen wij voor strijden? Waar kunnen wij voor opkomen? Oké, okay. ja, nu in november, we hebben een. Nieuwe maan in schorpioen, en dan uiteindelijk ook een volle maan in tweelingen. Nu met die schorpioen energie. Het is uh, ja, het mentale stukje wat we nu definitief achter ons laten. Uh, met die nieuwe maan kunnen we alles nog eens extra gaan doorvoelen. Dus ja, kijk zeker ook eens naar uh, de video die ik uh, in, ja, in de loop van deze week ook zal plaatsen rond de nieuwe maan. En uh, schorpioen, maar eerst eventjes kijken hè. op dit moment. En algemeen november, wat kan deze maand ons brengen? Waar mogen we wat extra aandacht aan geven? Ik ga eerst toch even kijken hè, welke energie we achter ons laten. U weet, we zitten midden in de herfst. Um, ja, met de, de wind en het hè, toch wel bijzondere weer van de afgelopen weken. Het, het was echt een... Een tijd om, om los te laten alles. Hè. Uh, zoals de, ja, de bladeren van de bomen vallen. Um, was dat toch eventjes nodig om ons te laten voelen van... Oké, okay, dit is een einde. Dit mogen we compleet loslaten. Net zoals de natuur heel veel loslaat. Zich klaarmaakt voor een, hè, we noemen dat een wedergeboorte. Dus we zitten echt midden in die herfstenergie. Een beetje in die stilte komen. Tot onszelf komen. Wat laten we los? Waar maken we ruimte voor? Even kijken. De afgelopen tijd. Het is er uh, belangrijk geweest. Well, torenenergie. Het opnieuw opbouwen. Dus dat zou kunnen zijn dat, er al, dat we al hebben gemerkt. Dat er heel veel uit ons leven is verdwenen. Dus een beetje het universum. had ervoor gezorgd dat we. Ja, dingen dan toch soms een beetje moeten loslaten of dat dingen vanzelf verdwijnen uit ons leven. Nu heel, hier heel sterk ook die hartsenergie aanwezig. Hè. Hoe meer we ons focussen op wat we willen, dan gaan automatisch die zaken die niet resoneren met onszelf, gaan, uh, automatisch verdwijnen. Je ziet hier die blikseminslag. Hmm, dit is echt terug naar onze basis. Hè. We zijn terug naar, naar onszelf gebracht. Even kijken ter verduidelijking. Om blijkbaar toch heel erg ons eigen ding te gaan doen. De acht van munten is aan het werk gaan, aan de slag gaan. Je ziet er een kunstschilder die um, heel geconcentreerd bezig is. Dus blijkbaar afgelopen tijd al. Voor sommigen kan dat heel specifiek zijn. Het loslaten van bijvoorbeeld een job of iets wat je lange tijd hebt gedaan. Om je dan te focussen op waar jij eigenlijk goed in bent. Want het licht valt hier binnen. Um, dedication is toewijdingen. Um, waar wil jij je nu werkelijk op focussen? Iets wat echt van jezelf is, iets waar je een soort van gave, talent of op zijn minst iets hè, wat je van nature goed kan om daarmee aan de slag te gaan. En voor, ja, voor sommigen kan dat letterlijk zijn: hè, dat opnieuw, het opnieuw opstarten van iets of het opnieuw oppakken <laughs> uh, van, van iets. Hè, iets waar je heel veel inderdaad voldoening uit haalt. Met dan als gevolg dat je dan misschien het oude loslaat, maar opnieuw hè, terugkeren naar je basis. Wie ben jij? Wat doe je graag? Wat geeft jou inderdaad voldoening? Ik krijg je bij toch hè, dat we heel veel inzichten hebben gekregen in wat ons net energie geeft, wat ons energie kost. En dat we op, op een of andere manier ja, niet, bijna niet anders kunnen dan te kiezen voor dat wat ons uiteraard energie geeft of ons op zijn minst een heel heel goed gevoel geeft. Nu op dit moment. Vier van lucht van zwaarden. Ademhalen. Dit is echt tot rust komen, herstel, opnieuw in contact met onszelf. Rust in het hoofd. Blijkbaar heel belangrijk. Stukje november. Ik kijk even ter verduidelijking. Oh, wauw, oké, okay, nog een keertje. Zwaarden, vijf van zwaarden. Winnen of verliezen. Hier zit toch al gelijk het thema. Dat wat ons weinig heeft opgebracht, of dat wat ons net heel veel moeite heeft gekost, dat we dat definitief mogen loslaten. Waar we heel hard voor gevochten hebben. Um, dit kan ook zijn het stukje waarin we misschien gevochten hebben tegen onszelf, waarin we onszelf wat hebben tegengehouden, dat we even in die rust mogen gaan en mogen gaan voelen. Misschien soms aan onszelf mogen gaan toegeven dat bepaalde dingen niet zijn gelukt en dat we het op een andere manier mogen aanpakken. Nu, dit gaat heel erg, ja, een andere manier van denken, die zwaardenenergie. Iets wat verandert in onze gedachten, hoe we naar bepaalde zaken kijken. En ik merk het in de persoonlijke readingjes heel erg. Ja, het is een tijd om heel anders naar onszelf ook te gaan kijken. En dan komen we uiteraard ook bij dat stukje van wat willen we nu werkelijk? Waar hebben we in het verleden voor gekozen? Vanuit het rationele, waarvan we dachten dat het goed voor ons was. Of hè, waarbij we wat we rationeel vanuit ons hoofd, in het, vanuit het mentale konden plaatsen. Maar wat dan blijkbaar uiteindelijk niet helemaal goed voelt omdat we gevochten hebben tegen onszelf. Het is alsof we onszelf hebben verplicht om bepaalde dingen te doen. Omdat dat zo hoort of omdat dat van ons verwacht uh, werd. En dat we nu tot die conclusie kunnen komen dat dat ons eigenlijk weinig voldoening geeft of totaal geen voldoening geeft en dat we dat achter ons kunnen laten. Ik voel hier heel sterk een keuze. Keuze maken voor onszelf, kiezen voor onszelf niet zozeer meer wat de ander van ons wil of wat we voor de ander kunnen betekenen, maar vooral wat we voor onszelf kunnen doen. En voor velen kan dat zijn een totaal een andere richting inslaan, je leven een totaal andere richting geven. Het Kan op alle vlakken zijn. Ik ga eens kijken naar een inzichtje waar mogen wat extra aandacht aan geven in deze tijd. Hm, die kaart komt heel vlot. De leiding nemen. En daar uh, heb ik het al over gehad met die ram-energie. Dit is drie van staven. Gaat echt naar toekomst toe. Wat willen wij? Hoe zien wij onszelf verder gaan? En dit is eigenlijk... Dit geeft aan dat we ergens al een keuze gemaakt hebben. Dat kan diep binnen in onszelf zijn. Dat we ergens al een tijdje voelen... Dat we de dingen inderdaad een andere richting mogen geven. En zoals op deze kaart, dat we terug de leiding mogen nemen over onszelf, over onszelf en, en wat we doen, ons leven. En uiteraard het, het vuurstukje op deze kaart. Wat geeft ons net vuur? Wat geeft ons zin? Wat geeft ons leven zin? Wat, wat is echt van ons? Van, vanuit welke energie kunnen wij. Ja, verder gaan, maar uh, vooral een energie die van onszelf is. En ter verduidelijking krijg ik hier: ja, dit is de negen van munten. die well, well deserved reward. Uh, we worden wel beloond. Hè? We hebben iets opgebouwd en we kunnen onszelf hier in het licht plaatsen. We worden gezien. In deze dek is dat de laatste kaart: hè? de laatste kaart in aarde-energie. Dus dat wil wel zeggen dat we al heel lang aan het opbouwen zijn en dat we nu inderdaad onszelf voorbereiden om. Uiteraard, datgene te gaan doen wat we graag doen, maar ook om gezien te worden, erkend te worden. En met die drie van staven, dat geeft mij heel erg de indruk dat we daar klaar voor zijn. We zijn ergens doorheen gegaan, we zijn door een soort van poort gegaan of een soort van portaal gegaan. En we komen nu stilaan in die, ik noem het toch wel, nieuwe energie. Dat kan voor iedereen iets anders zijn, alsof dat een beetje in een nieuwe wereld komt. Waar er andere regeltjes zijn of hoe alles gewoon anders draait, anders werkt. Dat kan voor wat, um, ja, uh, wat tijd vragen om je aan te passen. Maar het is echt um, kijken van: oké, okay, wat komt er naar mij toe? Wat neem ik vast? Wat laat ik gaan? En daar voel ik ook het, het keuzestukje van: oké, okay, wat laat je gaan? Wat laat je aan je voorbij gaan omdat je voelt dat het niet met jou resoneert? En wat neem je dan net vast omdat het. Jou ja, heel erg inspireert, interesseert, omdat het jou een goed gevoel geeft. Het gaat echt om gevoel. Um, wat geeft ons een goed gevoel? Met wat willen we verder? En als we ons daarop focussen, dan kunnen we echt voelen dat we ergens al op een punt zijn gekomen waarbij we kunnen gezien worden, maar ook hè, onszelf. Dat is een stukje zelferkenning, zelfwaardering, uiteraard ook zelfliefde. Maar ja, op een zeer positieve manier naar onszelf kijken en. Het heeft ook te maken met zelfvertrouwen, hè? dat hebben we dan weer met die ram-energie. Dat vertrouwen hebben in onszelf, weten dat we tot bepaalde dingen in staat zijn. Ook goed gaan voelen van wat kunnen we, waar zijn we goed in? En daar ons, ons ver, het vertrouwen voelen in onszelf, in wat we kunnen, in, uh, waartoe we in staat zijn. Nu in het, in het bredere stukje, ook in onze samenleving, in onze maatschappij, wordt hier aangegeven: oké, okay, als we. Als wij de leiding nemen, dan zijn we tot heel veel in staat. Um, dus laat je zeker niet tegenhouden. Ik krijg hier ook specifiek bij. Weet dat je niet alleen bent. Dus als jij gaat staan voor dat wat voor jou belangrijk is en waar je verder mee wil, dan gaan anderen jou ook zien. Gaan anderen, als het ware, aangetrokken worden tot jouw licht of datgene waar je heel sterk in staat. En kan je ook een stukje, ja, je hebt misschien jezelf gaan verenigen of kan je merken dat Anderen jou automatisch gaan opzoeken en dat je dan ook gelijkgestemden, gelijkgezinden gaat uh, vinden in dit stuk. Oké, okay, even kijken um, waar deze energie ons nog heen wil. Laatste, laatste kaartjes. Misschien al naar december toe. Oké, okay, vijf van munten. Feeling alone. Uh, we kunnen ons wat eenzaam voelen. Nu, vijf van munten geeft voor mij ook altijd aan dat er een verandering uh, zit aan te komen op vlak van relaties, verbindingen, connecties. En dat we alle relaties tussen naakjes, alles waar we ons mee hebben verbonden in het verleden, dat we dat achter ons laten. Dus alweer dat stukje, net zoals met die, uh, die vijf van zwaarden. Daar waar we ons hebben aangepast of ons best hebben gedaan om ergens bij te horen. Dat laten we nu definitief achter ons. Dus blijkbaar toch november, zo'n overgangsmaand in het stukje: Wat laten we los? Wat laten we ook los in het uh, stukje relaties of verbindingen, contacten. En hier krijg ik um, de hoge priester, vijf uit de grote arcana. De leraar eigenlijk ook op deze kaart. Nu, algemeen staat deze ook voor. Ja, uh, commitmenten, verbinding. Dat kan zijn in relaties. Dus voor sommigen kan dat zijn, uh, dat kiezen, uiteraard eerst en vooral de relatie met jezelf, maar ook voor uh, ja, een nieuwe manier van verbinden. Nu hier specifiek de leraar, dit zijn wij, het boek, alle wijsheid, alle ervaringen uh, die we verzameld hebben. En vanuit die ervaring kunnen we iets naar buiten brengen. En dan gaan we merken dat anderen ons zien, dat anderen zich aangetrokken voelen tot ons. Dus een beetje de ja, een gelijkaardige energie als die negen van munten. Of dat kreeg ik daar toch vooral bij. En dat wij, als wij in dat licht gaan staan. En ja, het feit dat we toch iets hebben te delen vanuit onze eigen ervaring, dat we dan gaan merken. Uh, dat anderen ons automatisch gaan opzoeken. Dit is meer het stukje erkenning. Dit is echt ja, de aandacht trekken. Iets kunnen gaan delen met anderen. Vanuit ja, alles wat wij hebben um, ja, doorgemaakt, meegemaakt. Dan als laatste kaart, en ik ga ze toch gelijk in het midden leggen. Dit is eigenlijk de negen van staven. Het, uh, ja, tot rust komen. Alles nog even op een rijtje zetten, dat is uiteraard belangrijk hè? als we iets afsluiten, als we iets voltooien. Het geeft wel aan dat we ja, heel veel van onze energie in uh, heel veel zaken hebben gestopt. Dat we heel hard aan het werk zijn gegaan. Deze jongen heeft zijn rugzak die bijna leeg is. Dus het is een, tijdje, een tijd om te kijken uh, wat er in onze rugzak nog zit, wat we nog met ons mee willen nemen en uiteraard wat we daarin. Um, los willen laten vooraleer we onze reis verder zetten. Dus even kijken, van waar komen we? Waar bevinden we ons op dit moment? Zijn we tevreden met hoe het is? En alweer dat stukje, ja, wat maakt ons vermoeid? Wat kost ons energie? Willen we dat nog in onze rugzak? Laten we dat los? Um, hoe kunnen we het lichter maken voor onszelf? Dus ja, met die vier van zwaarden en ook deze kaart, even ja, de tijd nemen om te voelen van wat draag ik met mij mee, wat laat ik los, uh, wat neem ik net vast, vooraleer ik mijn weg verder zet. Ik krijg hierbij het stukje angst, onzekerheid en dan net zelfvertrouwen. Dus uh, voor sommigen kan dat ook zijn het compleet loslaten van bepaalde angsten en onzekerheden. Dus dat wat ons heeft afgeremd in het verleden. Dat wat ons heeft beperkt, vanuit onze gedachten uiteraard, dan krijgen we alweer die mentale energie. Want uiteindelijk bepaalde angsten of onzekerheden komen voort uit bepaalde gedachten of overtuigingen. Dus ik krijg dat hier ook specifiek bij, dat we ja, dat stuk definitief loslaten. Dus ideeën, gedachten die ons hebben beperkt, dat we die loslaten. Zodanig dat we onze, onze weg veel vrijer, veel makkelijker ook kunnen, uh, kunnen verder zetten. Dus uh, voor nu, doe het even rustig aan. We hebben hier al heel veel losgelaten. Er zijn bepaalde zaken waar we ons specifiek op mogen focussen, op mogen concentreren. Nu even kijken, vooral in het mentale van onze gedachten. In hoeverre beïnvloeden onze gedachten onze keuzes? Of de dingen waar we net niet, nog niet helemaal voor durven gaan? In hoeverre zijn onze gedachten daarin belangrijk? Um, want uiteindelijk, we maken een keuze, maar dat is een beslissing die van diep binnen in onszelf komt. Eigenlijk zouden we dat al kunnen voelen. Ergens diep binnen in onszelf weten we al wat we willen. We hebben die keuze gevoelsmatig al gemaakt. Nu is het aan ons om daar een actie aan te verbinden. Om te zeggen, oké, okay, daar ga ik voor. Of dat laat ik los. Om onszelf steviger neer te zetten. Meer vertrouwen te krijgen ook in onszelf. Dus ook eigenlijk ook een stukje meer geaard. Al twee keer negen energie hier ook. Hè. Um, hoe kunnen wij uiteindelijk het allerbeste uit onszelf halen? Daar komt het wel op neer. En dat kan zijn en, ja, dat dat een verschuiving geeft ook in onze relaties, de mensen waarmee we omgaan. En ja, het stukje alleen voelen, daar misschien nog eventjes iets over. Um, weet net, als je je alleen voelt of als je je misschien niet. Echt begrepen voelt of je hebt het gevoel dat je ergens niet helemaal thuis hoort of dat je niet echt opgenomen wordt in een groep of dat je die connectie niet voelt met anderen of in een bepaalde omgeving. Weet dan dat het misschien tijd is om je eigen ding te doen, om jouw waarheid te gaan spreken, om iets te gaan delen wat van jou is, wat jij kan gaan delen met anderen op jouw manier uiteraard. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om dat te doen. Is, dan wil dat misschien zeggen dat jij bent doorgegroeid. Uiteraard ook. Dat heb ik nog niet vermeld. November heeft ook een enorm bewuste energie. Ons bewustzijn is enorm aan het toenemen. We komen steeds meer in die verlichte energie. Bewustzijn, bewustwording, ons bewust worden van onszelf. Dus dat zou dan kunnen zijn dat er iets is in jou wat zegt: van, Nou, ik voel mij hier alleen. Ik voel me niet verbonden. Ik voel me niet echt helemaal gesteund. Of begrepen. En dat dat dan misschien een teken is om. Ja, echt vanuit jouw groei. vanuit hetgene wat je hebt doorgemaakt. waarin jij spiritueel. want het is ook een heel spirituele kaart. Hè, het spirituele stukje. Um, wat mag jij vanuit dat stuk in jezelf. wat meer naar buiten gaan brengen? Dus in alles wat je deelt met anderen. dat kan ook gewoon in het dagelijkse leven zijn. Dus. Um, ja, toch iets om, om eventjes bij stil te staan. Um, ik ga het hierbij afronden. Nu, ja, ik had het al over voltooiing en vervollediging. Um, ik ben bezig met aanpassing. Nu, November zal nog een beetje een proefmaand zijn op dat vlak voor mij. Even kijken of alles werkt en of het ook voor mij goed voelt, of het ook haalbaar is uiteraard. Maar wat de persoonlijke videoreadings betreft, ik ga dat helemaal anders aanpakken. Ik heb eindelijk mijn les geleerd. Het werkt niet op de oude manier. Dus vanaf nu kan je je persoonlijke videoreadings aanvragen. Um, er zijn twee opties. Oftewel kan je kiezen voor de YouTube link via Telegram. Een app die trouwens gratis is. Je kan je gewoon installeren op je telefoon. Dus de link via, um, via Telegram, een YouTube link. Of uh, via Dropbox een link uh, met download optie. Dus dat je gewoon je video kan opslaan op je apparaat. Dus die twee opties heb ik intussen al aangepast op mijn website. Voor de persoonlijke readingjes, dus de individuele persoonlijke inzichtjes. Dus als je graag met de, de nieuwe maan, of misschien uiteindelijk op het eind van de maand, de volle maan, graag een persoonlijke reading aanvraagt, dan kan je al kiezen tussen die twee opties. Voor de, de zielsconnecties, um, relatieredingen, liefdesredingen. Ben ik nog bezig met, uh, met de aanpassingen? Dus uh, geef mij nog eventjes, en daar ga ik de komende weken mee aan de slag. En uiteraard ben ik alles ook uh, heel erg aan het inhalen. En ja, al wie de laatste tijd uh, een video heeft aangevraagd, die krijgt ook nog eens van mij een extra link via Dropbox. Dus dat geef ik ook alvast mee. Dus bij mij ook een heel nieuwe start. Het is een beetje aanpassend. Het is alles opnieuw instellen en ja, een beetje wennen aan een, een nieuwe manier van werken. Maar ik zie voor mij ook november als een, een beetje een overgangsmaand. En we zullen wel zien, december en januari, of alles vlot loopt. En we ja, toch ook op dat vlak een beetje een nieuwe start kunnen maken. Dus dat geef ik jullie. Hier ook al mee. Ik zal de link naar de persoonlijke readingjes ook onderaan de video plaatsen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Geef me zeker een like als je wat hebt gehad aan deze reading. En ook, ik zal hier ook even bovenaan een link plaatsen naar de donaties, de steuntjes, de manieren waarop je mij uh, kan steunen, mocht je dat willen. Ik ga jullie heel erg uh, bedanken voor het kijken nogmaals. En uh, ja, maak er een fijne maand van. Maak het gezellig, lekker warm. En dan blijf vooral heel dicht bij jezelf. Heel veel liefs. Dag.